Joris Pochet van de CD&V is komen aanschuiven. Dag meneer Pochet. Goedemiddag. Ja, waarom vond u het nodig om de Vlaamse minister van Sport hierover te ondervragen? Want ja, ik kan me voorstellen dat sommige mensen zich nu afvragen, wat kan Vlaanderen in dit dossier eigenlijk betekenen? Ik heb het ook juist op het sprekersstoelte gezegd. Als er problemen zijn binnen de voetbalcompetitie, dan raak je altijd zoveel bevoegdheden aan dat het moeilijk is om één specifieke minister volledig verantwoordelijk te stellen. Ja, maar goed, wat kan hij betekenen? En wat kan hij betekenen? Hij heeft een dubbel petje in deze, want hij is Vlaams minister van Werk. En de gewestelijke ministers zijn bevoegd voor het statuut van de makelaars, de spelersmakelaars. Dus daar heeft hij een rol te spelen. En ten tweede is hij minister van Sport binnen de Vlaamse gemeenschap, dus ook in Brussel bevoegd. En kan hij zijn gewicht gebruiken als subsidieverlener? We geven meer dan 3 miljoen euro per jaar aan Voetbal Vlaanderen, die op hun beurt vertegenwoordigers hebben binnen de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Maar goed, Voetbal Vlaanderen, dat zijn niet de profclubs die hier genoemd zijn in dit dossier. Nee, maar het is niet enkel de profclubs die hier vernoemd worden. Als u leest wat er vandaag in Sportvoetbalmagazine staat, dan ziet u dat dat eigenlijk van hoog, van de allerhoogste sportclubs, alleen de voetbalclubs in klasse A, in A is, tot de laagste amateurclubs. En dat is iets waar Voetbal Vlaanderen wel mee een rol kan spelen om dat thema op de agenda te zetten. Ik heb nu gehoord dat de minister al contact heeft gehad met de Pro League en met de Voetbalbond. Ja, maar want hij zegt natuurlijk, ja, zij zijn degenen die de licenties voor makelaars uitreiken. Mm-hmm. Zij moeten de voorwaarden opleggen. Bent u tevreden dan met dat antwoord? Want hij wacht een beetje af en nu. Maar zijn antwoord klopt, factueel. Alleen is het jammer dat op Europees niveau de voorwaarden om makelaar te zijn totaal geliberaliseerd zijn. Omwille van de dienstenrichtlijn waar hij naar verwijst. Ja, maar ik denk dat hij daar een initiatief moet nemen wanneer hij overlegt met zijn collega's binnen het Belgisch niveau, sportministers bedoel ik dan, om daar opnieuw op het Europees niveau aan te dringen om strengere maatregelen, ja, voorwaarden in te plassen. Is de minister te afwachtend voor u door te zeggen, ik ga eerst luisteren wat de voorstellen zijn vanuit de voetbalwereld zelf? Het is een beetje het beleid van deze Vlaamse regering, en ik steun dat, om vooral te werken met de wortel en minder met de stok. En ik ben er ook altijd van overtuigd dat als je dergelijke wetgeving wil toepassen, dat het veel beter is om te werken van onderuit, bottom-up, en met een gedragswijziging te werken. Want je kan heel strenge regels afkondigen, maar dikwijls vindt men dan wel een omweg om ze te omzeilen. Dus ik ben ook benieuwd wat er nu gaat komen, bottom-up, en waar de minister op wacht. Maar als dat te mager is, dan vind ik wel dat de minister een stap verder moet gaan en zelf een aantal maatregelen nemen. Hij ik hoor u zeggen, een van die maatregelen die hij dan zou moeten nemen volgens u, is met zijn collega's in de andere regionale regeringen is gaan aandringen bij Europa om daar toch is naar te kijken naar die dienstenrichtlijn of de effecten daarvan niet leiden tot wat we nu hebben gezien met die makelaars. Nu, een van die andere niveaus is het federale niveau. Het was ooit een christendemocraat, Jean-Luc Dehaene, die de voetbalclub serieuze kortingen gaf op hun sociale bijdragen. Wordt het geen tijd om dat ook eens te herbekijken? Ik denk dat we dat eens moeten bekijken, ja. Als de clubs niet doorhebben dat er hier dingen fout gaan. Want dat is ook een wortel, hè? Dat ze ethische... Ja, absoluut. Dat is een dikke wortel. Dat was ook om het niveau van de clubs, van de spelers, hoog genoeg te houden. Dat ze niet allemaal naar het buitenland zouden vertrekken. Dus vanuit dat opzicht was dat geen slechte maatregel. Maar goed, herbekijken toch? Maar als ze nu deze grote gunstmaatregel krijgen van de samenleving, van wij allemaal, dat ons eigenlijk een cadeau lijkt van miljoenen euro's, en dat daar niet op een ethische manier op geantwoord wordt, dan vind ik dat er hier dat stevig moet bekeken worden. En ik denk dat de vicepremier Peters ook al gezegd heeft dat hij daarnaar wil kijken. Ja, en naar kijken kan betekenen afschaffen gewoon die gunstmaatregel. Ja, we moeten zien wat er het beste mogelijk is. Maar ik zou nog even terug willen komen op de voorwaarden voor makelaars. Mijn collega Peter Van Rompuy heeft vorig jaar hier ook een vraag over gesteld aan de minister. En in het Engelse voetbal zijn die voorwaarden al versterkt. Ook in het Duitse voetbal zijn die al versterkt. Dus ik vraag is die versterking van die voorwaarden er gekomen vanuit de overheid, de lokale overheid of de Engelse, Duitse overheid, vanuit het parlement gestuurd? Wie heeft dat gedaan? Dat was zowel het veld als de politiek die daar het heft in handen hebben. Dus dat kan perfect, ook binnen die dienstenrichtlijn? Ja.
Blijkbaar wel. Ja. Dus ik denk dat we creatief moeten zijn, kijken hoe loopt het op in andere landen. Is het mogelijk om het hier toe te passen? Zoals ik al zei bij mijn slotwoord, ik kan er niet bij, ik kan dat gewoon niet geloven, dat enkel in België deze praktijken zouden gebeuren. Te meer omdat de bedragen die bij ons circuleren nog veel kleiner zijn dan in de Spaanse, de Italiaanse, de Duitse, de Franse competitie. Ja, waar makelaars met 7% misschien meer zouden verdienen. Ja, absoluut. Vandaar misschien dat het dan bij ons wel voorkomt. Bedankt in elk geval voor dit gesprek.